Welkom weer bij deze nieuwe shoplog van de Jumbo. Ik heb weer Jumbo online boodschappen gedaan. Gelukkig kan het weer. En komen de boodschappen weer elke week op de maandag gewoon aan de deur in dozen in plaats van in kratten. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik laat jullie zien wat we deze week allemaal nodig hebben aan boodschappen. En ik laat zien wat we allemaal gaan eten deze week. Ons weekmenu. Kijk gezellig mee en ik zie jullie allemaal weer aan het eind van de shoplog. De diepvriesproducten en wat koelkastproducten staan klaar. Echt heel veel diepvriesproducten dit keer. Ik heb hier broccoliroosjes, sperziebonen. De Ben & Jerry's is nog steeds in de aanbieding. Dus ja, het is tweede voor de halve prijs. Dus ik heb het ze maar gegund, Steven en Michelle. Ik heb hier de Ben & Jerry's blondie brownie. En de cookie dough. IJsjes, want het wordt mooi weer van de week. Tim vroeg aan mij of ik van die dubbellikkers wilde kopen. Dus die heb ik in huis gehaald. Ik heb Magnum Minis. Mini waterijsjes. Ik denk voor Fleur ook wel lekker. En dan, ja, zo'n ijsje zo snel smelt, kunnen ze snel een klein ijsje opeten. Van die roombekertjes. Die zijn ook altijd heel erg lekker natuurlijk. Ook leuk voor de kinderen. En voor mijn kinderen. Dus ijsjes. Pizza's. Deze Casa di Mama salami extra picante is voor Steven. En de Big American Texas voor Michelle. Ik heb hier vier bruine pistoletjes. Ik wist niet dat ze in de diepvries... ze zijn bevroren. Ze moeten in de diepvries. Voor mezelf. Voor één keer in de week eet ik brood. En dan wil ik gewoon een lekker pistoletje eten. Dus die heb ik gehaald. Gember. Aardappelschijfjes. Ik heb hier de zigeuner gehaktsnitzels, pangasiusfilet en oosterse roerbakschotel. En nog meer koelkastproducten. Nou ja, ik heb hier twee zakken afbakbroodjes. Dat zijn niet echt koelkastproducten. Eentje doe ik altijd in de vriezer en eentje die wordt al vrij snel leeg gegeten. Die andere in de vriezer, dan hebben we van het weekend ook nog wat. Verse friet. Dit is om boterham te bakken. Halfvolle melk. Twee kant-en-klare salades. Eentje met pompoen en feta sla. En een Caesar salad. Kipfilet. Gewone krulsla. En ijsbergsla. Dat heb ik nodig voor een recept. Streaky bacon is ook voor een recept. Koriander. Kruiden. Taugé. Allemaal gekke dingen, maar dat is allemaal voor een recept. Cognit ook. Kipfilet voor het brood, salami voor het brood en ik heb hier voorgebakken kipgrillworst voor het brood. Limoenen, geraspte kaas, de kinderkwark danoontjes, ja het zijn een soort van danoontjes, maar het zijn kinderkwarktoetjes. Een avocado en verse zure room, is ook voor een recept. En de volgende spulletjes staan ook weer klaar. Ik heb hier keukenrollen, een dropmix. Popcorn, een Thaise groene curry, Pringles, ik denk Steven dat heeft het gedaan, roast beef en mustard, tweemaal van die mini cookies voor Michelle, hartbrekers voor Michelle, basmati rijst en ik heb hier wat verwennerijen voor de hond en de kat. Ik denk ja, Riku die is een beetje mager en die kan het wel heel goed gebruiken om af en toe elke dag eigenlijk zo'n zakje te eten. Dan wordt ze wat dikker. Staals is gewoon heel erg dik, dus die eigenlijk heeft hij het niet nodig. Dus meestal geven we het haar als ze dan alleen binnen is. Maar goed, Bella staat altijd toe te kijken. Dus ja, weet je, dan ook maar een zakje. Vandaar dat er zoveel dozen staan van dat. Voor Bella een vleeszakje en voor de kittens ook. Ik heb hier kokosmelk. Tweemaal Snacker Jacks. Iedereen is aan de Snacker Jacks tegenwoordig. Ik wilde heel graag ook de kaassmaak. Niemand vindt het lekker, dus ik mocht een klein zakje. Nee hoor, dus ik nam een klein zakje. Ik heb hier pindakaas. Dat staat op kanjer. Super cute. Vochtig toiletpapier. Tweemaal koekjes. Vechelse vechtertjes. Melkchocolade zit erop. Dus dit is voor een recept. Tortilla. En de mix. En een halfje Casino wit. En dit zijn de laatste boodschappen alweer. Ik heb hier tweemaal Fusty Mango. En ik hoorde dat dit dus kamille is. Ik moest wel heel erg lachen. Omdat ik dat nooit kon uitspreken. Dit is kamille. Dus mango kamille. Twee keer Cicino Bubbles. Tweemaal Carver Sevitam. Eén met grenadine smaak en ander frambozen smaak.
2 maal zakken aardappelen. Dit zijn de kruimige grote aardappelen. Dan ben ik snel klaar met schillen. De salsa dipsaus is voor een recept. Skippy pindakaas voor Michella. En ik had hier nog een Kove pindakaas. En hier staat knuffel op. Hoe schattig is dat? De tweede was voor de helft van de prijs. Dus vandaar dat ik er 2 heb. Aardappel anders. Voor de aardappel anders schotel. Die we ook gaan eten van de week. Apenkoppen. Senseo koffiepads. De zonnebrandcreme was ook in de aanbieding. Dus ik heb er 1 voor de Kids Protect and Play factor 50. En ik heb hier eentje voor ons, de Ambre Solaire factor 30. En er staat bij Ideal Bronze. Dus waarschijnlijk worden we er ideaal brons van. En mooi bruin. Laten we het hopen. Dat was dus 1 plus 1 gratis. Koffiemelk van Becel Lekker Almig. Ik heb hier tandpasta. Witte bonen in tomatensaus. 3 halfjes fijn volkoren. En kattenbakgrind. Het waren aardig weer wat boodschapjes. En zoals jullie zien zitten er ook wel veel producten bij voor Steven en Michella. Die vragen altijd een aantal dingetjes om toe te voegen voor hunzelf. Dus dat heb ik dan ook gedaan. En ja, dat wil niet zeggen dat ik dus al die dingen opeet. Want ik probeer echt zo gezond mogelijk te eten. En zo min mogelijk verleidingen te eten. Ook al zie ik ze dan voorbij komen en vind ik het vet moeilijk. Maar goed, ik probeer het. Ik laat jullie even zien wat we gaan eten deze week. En dan horen jullie straks van mij wat de schade was van al deze boodschappen. En hier hangt weer het weekschema. Op maandag eten wij de nacho schotel. En dat recept is van Project Gezond. Ik heb het gefilmd hoe dat gemaakt wordt. Op dinsdag eten we aardappel, witte bonen en vlees. Woensdag aardappel anders schotel met courgette. En dat is een Jumbo recept. De link kan ik wel hier onder de shoplog plaatsen. Dat is echt super lekker. Donderdag eet ik met Agnes. We gaan barbecuen. Het is natuurlijk super mooi weer. Dus mijn kinderen eten een pizza en ik ga bij Agnes eten. Op vrijdag eten we romige kip fajitas met avocado. Dat is ook een Jumbo recept. Die link zal ik ook hier beneden plaatsen. Zaterdag broodjes, soep en sla. Ja, ik heb ook slabakjes en ik heb soep en broodjes. Dus het is een beetje een allegaatje van alles. En dan heb ik op zondag weer een recept van Project Gezond. En dat is de groene curry met witvis van Project Gezond. Die is super lekker. Dus dat is een beetje wat wij gaan eten van de week. En ja, ik heb zo het idee dat er best wel wat meer variatie in zit nu ik met Project Gezond een beetje de combinatie maak. Ik had ook zin om weer eens wat recepten te proberen van de Jumbo. Een tijdje geleden dat we die hadden gegeten, want mijn kinderen worden niet altijd heel erg blij van Project Gezond. Dus ik probeer een beetje er een balans in te vinden om niet dubbel te hoeven koken. Maar zo proberen we zo gezond mogelijk te eten, te leven en een paar van die kilo's kwijt te raken. Toch? Voor al deze boodschappen was ik €179 kwijt. Een hoop geld en ja, boodschappen zijn toch echt wel wat duurder geworden. Dat kan ik nu wel vaststellen. Maar goed, dit was de shoplog weer. Ik dank je wel voor het kijken weer naar deze shoplog. Vond je het leuk? Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Want elke week komt er zo'n shoplog en een weekvlog en soms ook een ander soort video. Dus, ik zie jullie van de week weer dus in een vlog, shoplog of een ander soort video. Fijn weekend. Doei doei!